En hallo mensen van MixMCD, welkom bij een aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. Mijn naam is Niels en ik ga nu weer verder met dit spel. Hopelijk wordt dit een betere aflevering dan de vorige keer, want de vorige keer was het echt wel een beetje ruk. Tenminste, ik had het gevoel dat het een beetje ruk was, aangezien ik echt weer een verhaal vertelde. En ik had weer geen idee waar ik eigenlijk over aan het praten was, jongens. Dus als het niet duidelijk is, gewoon zeg het even in de comments en ik vertel het met alle plezier nog een keer. En nog iets beter. Ik ben nu ook beter wakker. Ik ben nu echt gewoon weer wakker. Ik heb goed geslapen vannacht, want dit was echt... Ja, nu breek ik echt die dementie, hè, jongens. Nu ga ik die dementie breken tussen jullie weten waar ik... jullie leven in de tijd waar ik... God, Niels, wat ben je toch weer goed bezig, jongen. Hey, high five. Ja, ik wilde hem eigenlijk een high five geven, maar ja, hij doet er niet mee met dit grapje. Nou, kom maar hier. Ik kom wel gewoon naar je toe, weet je wel. Als je geen zin hebt om naar mij toe te komen, kom ik wel naar jou toe, jong. Wat jij wil, joh. Hey, maf Kees. Hey, kun jij vliegen? Oh, Niels, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, zullen we het eens even proberen? Yeah, hoppakee. Oh god, nu moet ik er zelf niet afvallen. Dat is een beetje gekkigheid, hè. Zo, wat? Kun jij vliegen? Dat is de vraag. Maar we mogen niet vallen? Nee! Hij was het zo jong. Oké, ik wil wel zo gun. Dank je. Sukkels. Oké, we gaan verder. Niels, ben je vrolijk? Misschien een heel klein beetje, misschien ook helemaal niet. Weet je, dat is de vraag aan jullie of ik vrolijk ben. Ben ik vrolijk? Misschien wel. Hoe kunnen jullie mijn gevoelens voelen? Ik weet het niet, waar ik het ook alweer over. Ik heb geen idee. Ik kan wel bangen. Oh ja, nu schrok. Daar schrokken ze van, hè, die malle jongens. Wat? En nu deze nog even. Oh jee, auw, gevoelens. Nou, kom op. Sla dan, hè. Pla. Oké, draai om. Draai om. Ik weet echt niet. Is dat een liedje? Misschien wel. Ik ben echt benieuwd. Als het een liedje zou zijn, dan zou ik echt heel blij zijn met dat liedje. Ho, zouden jullie niet weten. En dan kon ik eigenlijk elke keer zingen. Draai om. Misschien moet ik hier een beetje sneak langs zijn. Ayolo. Yolo. Oh, nee. Ik ben hier niet. Oké, oh god, dit gaat verkeerd. Ik ga hier gewoon uitrennen. Niemand heeft me toch door, jongens. Wie kan me hier nou tegenwoordig even tegenhouden? Ga naar James Kid. Oké. Ik kom eraan, James. Of als hij James heet, want ik ben er nog niet helemaal vereen. De vorige aflevering zei die Edward ook van... waar ben jij wel, James Kid? Dat is mijn echte naam. Maar natuurlijk niet. Oké, ben benieuwd. Roberts is a devil with a queer aversion to kindness. I suppose that's two men I've lost today. So, what's your real name, lass? Tell me! Mary Reed to my mum. And them I call friends. But not a word of it to anyone. Or I'll unman you as well. Castreren zonder verdoving! Wauw. Lekker, Mary. Hey. Ik wist dat je een vrouw was. Ik zei het je. Fucking trage tiet. Nou, bij deze, je heet nu Mary. Ik ga dit eventjes synchroniseren. Ja, jongens, dan gaan we het even lekker doen. Ik ben eigenlijk helemaal niet hoe ver ik moet reizen. Nou, maar jongens, nu is jullie vraag natuurlijk. Jongens, heb je nog een leuk verhaaltje voor ons vandaag? Nou, eens kijken. Misschien heb ik een leuk verhaaltje voor jullie. Misschien ook helemaal niet. Ja, daar moet ik nog eventjes over nadenken. Wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ik heb verteld van die man die naar beneden was gefietst. Heel onduidelijk. Maar ik heb er nog niks van weer gehad. Dus wanneer ik iets van weer had, weet je, dan zeg ik het waarschijnlijk wel. Ik heb iets verteld over mijn situatie in Londen. Dat is nog enigszins goed overgekomen. En voor de rest, ja, wat heb ik meegemaakt in mijn zielige kutleven? Ik ga gewoon elke dag naar school en dat, ja, dat doe ik vooral. En dan ga ik vaak nog ook nog even werken op woensdag en vrijdag. En dat doe ik ook. En ja, dat is het wel zo'n beetje wat ik in mijn zielige kutleven doe. We hebben hier ook een modcontract. Ga ik niet doen, want anders krijgen we dit spel nooit uit. Ik kan altijd nog langer doorgaan met deze game als jullie dat willen, weet je. Ik zie niet waar ik heen moet, dus ik ga gewoon die kant op. Waarschijnlijk moet ik gewoon naar het schip toe. Naar de Jacques Dau, zoals jullie weten hoe ik hem noem. De Jacques Dau. Dus, wat ga ik vandaag eens eventjes vertellen? Ja, dat is een goede vraag, kijken. Ik kan het over een bepaald onderwerpje hebben, hè, weet je. Maar ik kan ook gewoon een verhaaltje vertellen. Nou, ik mocht vandaag voor het eerst in mijn hele schoolleven... Volgens mij voor het eerst in mijn hele schoolleven. Moet ik goed nadenken. Ja. Volgens mij toch wel, ja.
Volgens mij mag ik voor het eerst in mijn hele schoolleven nablijven. Dat is raar. Niels, ben je daar zo braaf? Nou, weet je, ik kom er gewoon elke keer goed onderuit. En dat scheelt als je een beetje een goede naam hebt en je komt er elke keer een beetje goed onderuit. Dan kom je niet zo vaak in het nablijflokaal. Maar ik heb laatst dus bijna zitten denken. Sinds kort ben ik echt weer gaan denken. Weet je, het werkt echt goed, mensen. Echt, moet je eens een keer proberen gaan denken. Dat is echt een aanradertje. Kan ik hierop zitten? Kom. Kan ik roeien? Nee, niet roeien. Wel roeien, niet roeien. Niet roeien, niet roeien. Oké, cool. Oké, ja. 9 van de 10 mensen weten al wat ik ga doen. Dus even kijken, heb ik nog iets leuks? Nee. Fuck jullie! Lol. Doei. Wat? Wat? Oh, dit spel heeft... Kut, Niels. Kunt een beetje zien, mevrouw? Oh ja, loop eventjes naar rechts. Oké, is goed, mevrouw. Oh ja, ziet er goed uit, hoor. Ja, dat is wel een grote yoghurt dat je daar hebt. Kut, sorry. Oh, dat fragmentje verdiende wel even een prijsje. Wauw, we zijn alweer 7 minuten in de video en ik heb alweer geen fuck uitgevoerd. Oh, dit is het niveau ik ze graag wil. Echt, ik vind het nu al de beste Assassin's Creed 4 video in tijden. Echt in tijden, want de vorige waren echt heel erg, heel erg kut. Oh. Oké, we gaan varen, jongens. Ja! Oké, waar gaan we heen? Wat gaan we doen met de boot toch wel? Ja, waar willen we heen, jongens? Waar willen we heen? We moeten daarheen. Nou, dan gaan we hierheen. Hoppakee, fast travel. Nice. Ik kan alweer niks offscreen doen. Ik wil echt een keer zo ver zijn dat ik denk, ja, yeah, offscreen werken. Weet je wel, ik wil gewoon offscreen lekker Assassin's Creed spelen. En ik wil niet de storyline van mij spoilen. En ik wil ook niet wat ik al heb gespeeld eigenlijk opnieuw doen. Daar ben ik ook niet zo van. Ja, daarom juist, hè. Daarom wil ik het ook niet zo graag doen. Ik vind het wel tof dat ik echt gewoon... Ja, laat maar. Ik wou zeggen dat ik gewoon kan stoppen mijn eiland en dan erop kan springen. Maar ja, dat staat de game daar weer niet toe. Helaas, Cass. Zoals Edward het altijd zegt op een mooie zomerdag. Wat? Another? A rum flip this time. And where'd I find fresh eggs in this wretched town? There's little else but piss and insects. Aye, we're working ook leuk. On that. Dear lady, what do they call you? And when they're sober, a jilt when they're sauced, but never lady. Well, good Leanne, Ik mag hem deze humor wel een beetje. It's a ruse to keep us off before they attack Nassau. You'll see, mark me. It's no ruse, Vane. I heard it straight from the mouth of a greasy Bermudan captain. There's a pardon on offer for any pirate that wants it. Ruse or no, I think it's plain the British may return to Nassau with arms, no doubt. We'll need a plan. Walk with us, can we? There's trouble brewing. Oh, we gaan weer gezellig met elkaar lopen. Oh, het is weer zo laat, jongens. Weet je, als jullie het niet erg vinden, ze gaan zo alweer een gesprekje aan. Maar ik kakel er lekker doorheen, want die gesprekjes zijn altijd niet zo heel veel erg leuk, moet ik zeggen. Dus ja, ik ga er gewoon weer een beetje dom doorheen kakelen. Als jullie het niet erg vinden, dan ga ik weer eventjes wat vertellen. Wel, eventjes wat leuks vertellen. Ik heb een heel klein beetje hekel. En voel je niet direct aangesproken, kiekert. Nou ja, je mag je best aangesproken voelen, maar dan moet je... Je hebt nu de kans nog om jezelf te verbeteren. Ik heb een beetje een hekel aan mensen die... die heel erg slecht tegen hun verlies kunnen. Echt heel erg slecht. Weet je wel dat ik bijvoorbeeld eens een keer voor de verandering win. Wat al echt een wonder op... Waarom liep die gast dan net eigenlijk weg?
It's our republic. Wat doe jij? Oh, die gast is hartstikke dronken. Oké, ik snap het al. Ratjes! 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 Oké. Oké, ik weet niet wat daar allemaal gebeurt, maar het zal vast wel goed zijn. Wat is mij nu om gehet, de beste kikertjes? Dat het om de mensen gaat die niet heel erg goed tegen hun verlies kunnen. En dat vind ik niet erg als je dat niet kan. Maar ik vind het wel vervelend als dat ik een keer win. Ik, de jongen die 6 jaar lang heeft verloren. Hoezo 6 jaar lang heeft verloren? Nou jongens, ik heb 6 jaar lang op voetbal gezeten. En ik heb nog maar 3 keer gewonnen ofzo. Ja, dat meen ik serieus. Dus ik kan ondertussen al wel aardig tegen mijn verlies. Maar ik kan begrijpen als jij bijvoorbeeld aan voetbal doet. En jij wint echt alleen maar. Dan kan ik enigszins wel begrijpen dat jij niet zo goed tegen je verlies kunt. Nou, dat had ik dus gisteren ook. Ik had een badmintontoernooi. Niels, doe jij een badminton dan? Nee, ik doe niet aan badminton. Echt, waarom gaat die gast liggen? Ga gewoon weg. Ik doe niet aan badminton, maar ik moest een spardag doen voor school. Nou goed, daar ga ik maar een beetje leuk overspelen. Weet je, zo ben ik dan wel weer. Ik ga gewoon domweg een beetje overspelen met mensen. En toen ging ik tegen iemand, inderdaad, diegene had geteld dat het 14-13 voor hem was. En ik had geteld 14-13 voor mij. Dus ik zei... dus hij ging naar die mensen die een score moesten bijhouden. En die zei, ja, het is 14-13 van mij. Ik zei, nee, ik heb gedeeld dat 14-13 van mij was. Oh, hou je bek, joh, het is 14-13 van mij. Er kwam nog eentje aan, nog een beetje vriendjespolitiek. Kwam er nog zo'n jongen aan. Yo, ik heb echt wel gezien dat die kerel dan heeft gewonnen. En ik zei, nou, ik heb geteld dat 14... Waarom maken we er dan niet gewoon 14-14 van? Ik bedoel, dat is toch eerlijk, moet ik zeggen. Want dan hebben we allebei een beetje gelijk. Maar het maakte ook helemaal niet uit. Het ging ook helemaal niks. Het ging volgens mij om de laatste plaats. Nou, goed dan. Weet je? Het ging om helemaal niks. Helemaal niks. En ze maken er nog steeds, tot op de dag van vandaag, een probleem van. En dat vind ik vervelend. Want toen ik daarna in de kleedkamer iets zei, toen zeiden ze tegen mij, ja, jij moet helemaal je bek houden. En ik zei, wat dan? Ja, als jij niet eerlijk doet, dan hoef je ook niks te zeggen. Ik zei dat ik mag nog wel mijn mening geven. Jongens, wat is er met deze wereld? Ja, misschien had ik wel verkeerd geteld. Misschien heeft hij wel verkeerd geteld. Who cares? Ik zei tegen hem, nou beste jongen, gefeliciteerd dan. Jij hebt gewonnen. Veel plezier met je leven. En toen ben ik weggegaan. Ja, jezus man. Zo moeilijk doen om een... om eer... Ja, please. Daar ben ik dan weer net niet van. Koop een duikerdolk. Wat moet ik gaan duiken? Ik was echt weer met mijn kop niet bij. Volgens mij moet ik dat hier doen. Knak, knak. Hallo. Nou, hoppakee. Laten we eens even kijken. Kopen. Zwaarden sets misschien. Oh, cool. Ik kan ook een nieuwe zwaarden kopen. Oeh. Deze heb ik vast. Oké. Okay. Oh, dan kan ik zien nog hoeveel beter ze worden. Oh, deze is ook wat chill. Deze is nog wat... Ja, ik wil een beetje snel zwaard hebben. Dat lijkt me echt fucking chill. Dus ik denk deze. Ja, die is 12,5. Dat is mij net iets te veel, hè. Ik heb deze nu vast. Oh, ja. Oké, pistolen sets. Ga ik dit ook nog even bekijken. Weet je, dat moet ook soms gebeuren. Ja, pistolen boeit me niet zo gek veel. Ik vind het veel leuker om gewoon mensen te killen. Koop een duikerdolk. Ja, dat kan niet hier dus. Oké. Okay. Moet ik even kijken, want er was ook een ander tekertje trouwens. Dus wat daar wel aan liggen. Ik zal even kijken. Oh, dan moet ik daar natuurlijk heen. Alright, gaan we daarheen. Ja, is dat het? Oké, cool. Gaan we daarheen. We gaan erheen. En dan gaan we een duikerstok halen. Hey, daar heb je Blackbeard wel. Blackbeard, hi man. Volgens mij jou. Ik vind wel tof dat hij hier nog steeds rondloopt. Nee, maar ik denk dat die duikersdolk, dat we die gaan gebruiken voor onder water. Ja, maar ook duikersdolk. Maar ik denk dat er nu een beetje het moment is dat wij onder water ook gaan. Want dat is iets in deze game, dat je onder water kan. En dat je daar dingen kan onderzoeken. Even zo, echt geld halen en zo. Dat lijkt me op zich wel tof. Dus ik ben best wel benieuwd omdat, hoe dat uit gaat werken. Want iets nieuws in een Assassin's Creed game is altijd tof. Dat vind ik dan weer. Oké, laten we eens even kijken dan. What then will you require? Kopen. Hè? Oh, duiken. Duiken klok! Wat? Duiken klok? Pat,
Koop een duikerklok. Oh, dat verklaart een hoop. Oh, mijn Niels, het is duikerklok. Ja, ik ben erachter gekomen, kijker. Hé, dankjewel, man. Oké, cool. 5000 R. Nou, hoppakee, dat zijn we nou ook weer kwijt. Laten we verder gaan. Wat moeten we nu doen? Wat is dit? Oké, vast niks. Oké, op, dan gaan we daar weer heen. Kunnen we nog een beetje fast travelen of doen we daar niet aan, jongens? Doen we daar niet aan? Nou, op deze. Kunnen we daar niet? Nee, we kunnen niet direct naar de Jacto. Nou, op de Jacto. Ik ga dit wel een keertje helemaal onderzoeken, dit dorpje. Ik ben best wel benieuwd wat er allemaal zit. Een beetje de secrets eruit pakken en zo. En als er wat belangrijks is, dan schrijf ik het op. En dan vertel ik het jullie gewoon in de volgende afleveringen. Hè? Yeah! Oh, hij heeft mij een ding gegeven. Oké, cool. Dus daar... Oké, dan gaan we daar nog een keertje heen. Dat is ook offscreen werk. Ik vind het wel leuk, dit. Oh. Ik vind het wel leuk, dit. Klats. Stoppen ze met muziek maken. Oh, oeps. Ik heb niks gedaan, jongens. Nou ja, goed. Hopelijk vonden jullie dit een leuke aflevering. Ik vond het echt een toffe aflevering. Zo ja, laat je liefde zien door een like. En dan zien we jullie de volgende aflevering. Jullie. Ja, jullie. Dan zien we jullie. Oké, dat klopt niet, jongens. Dat klopt niet. Oké, dan zie ik jou, jullie, weet ik veel met hoeveel mensen jij kijkt, de volgende aflevering weer. Mensheid, vind jij deze video nou leuk? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Gewoon voor de likes en zo. En weet ik van ja, ik heb iets goed gedaan, jongens. Als jullie liken, dan zie ik van ja, het was echt leuk. Dus jongens, doen like. Like nu. Nu, nee, niet weggaan. Nope. Like voor anders voor wegwijs, Piet. Weet je, als je geen reden hebt waarom dat je niet zal liken, dan bij deze like omdat wegwijs, Piet. Ik bedoel, kom op. Je kunt niet liken, je kunt hem nu niet disliken. Ik bedoel, gewoon liken, oké? Gewoon doen. Ja? Oké, dan zie ik jullie de volgende aflevering weer. Mensen, vond je deze video dan leuk? Dan vind je een duimpje omhoog. Abonneer, reageer misschien tot de volgende keer. En de volgende keer gaan we weer verder met Assassin's Creed 4 Black Flag. Mensen, ajo.